Ik vind mezelf Maastrichtse topper, omdat ik vind dat wij hier in de laatste 30 jaar een zeer volwassen gasvrijheidsbedrijf hebben neergezet, waar heel veel mensen terecht kunnen en graag komen. En ik vind dat wij de laatste 5 jaar, relatief gezien, de beste jaren hebben gehad. Wij zijn afgestapt 5 jaar geleden van datgene wat we altijd al deden. En we hebben nu, vanaf dat moment, gedaan wat we nog nooit hadden gedaan. En dat was anders inkopen, andere creativiteit, meer beleving. Het zit hem niet alleen maar in het glaasje wijn of een bord met een leuk gerecht. Het zit hem in heel, heel andere dingen. Ik denk dat wij het vermogen hebben om met ons team ontspanning van het eerste moment als men binnenkomt, ontspanning te brengen. En ik vind dat heel belangrijk. Hoe kun je niet genieten als je niet ontspannen bent? En wij zien ook aan de ogen van de mensen of aan de houding van de mensen dat iemand wel of niet ontspannen is en wat we daarmee moeten. Peter Harkema is de zoon van een veehandelaar, een Groninger. Geboren in de stad Groningen, opgegroeid in Winsum. En uiteindelijk op 15-jarige leeftijd kennis gekregen aan Ans, wat mijn vrouw is nu. En die komt uit Kloosterburen. Dus wij konden daar niet verder naar de Waddenzee. Daar gingen we de Waddenzee in. En we kunnen hier niet verder, omdat we dan in België zitten.